Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van 19 oktober. Nog steeds veel bewolking boven Nederland. Hoewel er vandaag in het noorden van het land uiteindelijk wat opklaringen kwamen. Die opklaringen die trekken heel langzaam naar het zuiden, maar gaan ook weer verdwijnen. In de loop van de nacht is er dan ook weer op de meeste plaatsen bewolkt. Maar daar waar wat opklaringen zijn, kan lokaal mist ontstaan. Komt daar wel wat sterker af? Morgen zijn er ook vrij veel wolkenvelden aanwezig in de loop van de dag, dan wel vanuit het westen wat opklaringen. Nou, vanavond dus ook een paar opklaringen bij temperaturen die dan zo rond de 9 graden liggen in het binnenland. Er staat nog niet veel wind, de wind is overwegend zwak tot mate, gaat een noordelijke richting. Vannacht daalt de temperatuur verder. Het kan dan een graad of 6 worden in een paar opklaringen en lokaal ontstaat er ook mist. Morgenochtend kan het dan ook wat grijs beginnen. De wind die draait naar het noordwesten en trekt in de loop van morgen aan. Die wordt overwegend matig. Morgen zien we dan nog steeds veel bewolking. Maar met name in de kustprovincies kan de zon af en toe doorbreken. Smiddags kan het ook elders gebeuren. Ook is het nog mogelijk dat er hier en daar een spatje regen valt. Maar veel stelt het niet voor. De temperatuur die loopt op naar zo'n 12 tot 13 graden. Op woensdag krijgen we vanuit het westen te maken met dikkere bewolking. En dat betekent vooral in de middag en avond enige tijd regen. Temperatuur ligt dan tussen de 12 en de 13 graden. Ook komt er duidelijk meer wind te staan: een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. In het noordwestelijk kustgebied kan de wind zelfs krachtig worden. Windkracht 6. Ook donderdag nog veel bewolking. Temperatuur is op zich prima met 14 graden. Dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Misschien zelfs wel een tikje te zacht. Ook kan er nog een spatje regen vallen. En op vrijdag kan hier en daar de zon doorbreken. Temperatuur ligt dan ook rond de 14 graden en het blijft overal droog. Zaterdag, waarschijnlijk ook een droge dag, met temperaturen nog steeds zo rond die 13-14 graden. Op zondag neemt de kans op neerslag weer toe. En volgende week is het nog allemaal erg onzeker. Waarschijnlijk middagtemperaturen net iets boven de 10 graden, maar dat is heel normaal voor deze tijd van het jaar. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.